Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 10 oktober. Vanochtend is het op diverse plaatsen mistig. Er komt zelfs dichte mist voor en dat is verkeersbelemmerend. De mist die zal in de loop van de ochtend geleidelijk aan gaan verdwijnen. Verder zien we in de kustgebieden af en toe een buitje vallen en dat blijft de hele dag wel mogelijk. Verder zijn er wolkenvelden en breekt af en toe de zon door. De temperatuur die loopt vanmiddag op naar zo'n 12 tot 13 graden en er staat niet veel wind. De wind is overwegend zwak. Of matig aan zee. Vanavond zijn er eerst brede opklaringen. maar Vanuit het noorden neemt geleidelijk aan de bewolking toe. En dan gaat er ook af en toe wat regen vallen vannacht. De temperatuur die daalt naar zo'n 5 graden. In het zuiden kan het lokaal tot rond het vriespunt worden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. De regen die schuift geleidelijk aan wat zuidelijker. De wind waait uit het noordoosten en is meest matig. De dagen erna blijft het vrij rustig weer. Er zijn wolkenvelden en af en toe breekt de zon door. Er kan eens een keer een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur ligt over het algemeen tussen de 12 en 14 graden. En dat is net iets te fris voor deze tijd van het jaar. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.